Vandaag help ik... Ja! Vandaag help ik Mitchell. Ja! Dat is Mitchell. Die heeft namelijk een handbalprobleem. En Mitchell wil heel graag... Ja! Mitchell wil heel graag de draaibal leren. Dit is een soort effect. Ja! Dit is een soort effect wat je geeft aan een bal. En ja! Mitchell! Ja? Kom eens even bij mijn vriend. Oké. Okay. Waarom ben je zo uitgelaten? Omdat ik mijn grote idool ga ontmoeten. Ah ja, dat snap ik. En dat is? Bobby Schagen. Bobby Schagen. En, maar waarom loop je dan als een vliegtuig? Nou, zo doet hij altijd als hij scoort. Schagen gaat binnendoor en boem. Wat een heerlijk schot zeg van Bobby Schagen. Hij is in vorm al weken, Bobby Schagen. Bobby! Hey. Hoe is het? Goed. Hallo. Dus, dit is Mitchell. Hij staat heel erg te trappelen om jou te ontmoeten. En Mitchell wil heel graag iets van jou leren. Ik wil een draaibal leren. Hij wil graag de draaibal leren. Is dat... Nee, dat is niet dit. Nee, dat is toch iets met een effect te geven. Ja, het is een manier om te scoren eigenlijk. Ja, kijk eens even. Wat heel belangrijk is bij de draaibal is dat je hem ver van de keeper vandaan gooit. Dat hij er niet meer bij kan en dan springt hij met zoveel effect achter hem langs dat je hem eigenlijk op het verkeerde been hebt gezet. Lijkt me wel leuk om het te kunnen. En dan kan je het ook af en toe in de wedstrijd proberen. Snap ik. En als het dan goed gaat, dan is het geweldig. Laten we gaan oefenen. Hè? Mitchell, let op. Dit is oefening 1. We gaan hem van de ene hoepel in de andere hoepel draaien, zodat we goed het effect leren. Ja, oh zo. Oh. Oh. Ja, die was goed. Hij moet alleen wat harder. Oh, ja. En je moet hem echt dat hij erin gaat, weet je wel? Er moet wel een beetje pit in zitten, dat je hem zo lekker zo naar de grond gooit. Ja, kijk. Hoe doe jij die? Een beetje wijsvinger? Alle vingers kan. Nou, dat is aardig. Ja. Kijk. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Oké, Mitch, de hoepels gingen net heel goed. Ron is dan nu een vierkant aan het plakken. Dan gaan we hem indraaien en dat hij dan zo het doel inspringt. Ja? Oké. Mitch, hier moet die bal dus in. Juist. Yes. Oh. Gooi hem echt zo net als bij de hoepels. Goed naar de grond, dat hij om hem heen erin gaat. Hop! Kijk. Ja, dat is goed. Alleen nu nog echt in het vak. Vak! Yay! Oké, Mitchell. Volgende stap. Ron heeft het vierkant weggehaald. We gaan nu een toren maken met bekertjes. Dat hij echt in de lange hoek erin gaat. Dat de keeper er nooit meer bij kan. Oké. Okay. Oeh, jammer. Nee, hij draait hem niet. Ja, die was goed. Hij moet alleen nog iets meer naar de grond, maar gaat wel echt steeds beter. Is het eigenlijk belangrijk om echt hoog te springen? Zeker belangrijk. Dan heb je heel lang de tijd en de keeper denkt dan ook dat je normaal gaat schieten. En als je heel hoog springt en hem dan in één keer beneden laat vallen, heb je meer kans dat hij erin trapt. Hij gaat nu om. Voel het. Nee. Ja, die was goed. Ja, precies zo langs. Juist. Nee. Yes. Bobby, zei toe aan de finale, denk ik. Ja, dat is hij zeker. Oh, dan kijken. Nou, het begint al aardig. Is dit genoeg, Ron? Hè? Is dit genoeg? Ja, zo, stop. Zo, maar stop. Ja. Zo, nou. Oh, nou, ik denk wel dat ik hem onder de knie heb, hè, Mitch? Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook wel. Bobby, heb jij een goede quizvraag? Die heb ik. Jij bent de keeper. Ja? En ik ga op een bepaalde manier scoren. En de vraag is, hoe heet dat? Als jij dat thuis denkt te weten, ga naar het onderstaande adres. En wie weet, win je wel dit shirt van Bobby met handtekeningen. Succes. De finale. Hoe gaan we die doen dan? Ja, ik heb een hele goede keeper. Staat daar op doel. Ja. Jij gaat straks in de hoek staan. Ik speel jou de bal aan. Dan spring je naar binnen. En dan gooi jij die draaibal die we net geoefend hebben. Hij weet niet wat er komt. Dat weet de keeper niet? Nee, hij weet het niet. Okay. Dan gooi je hem om hem heen, maak een doelpunt. Ja. Heel veel succes. Okay. Gaat lukken. Zet hem op, Mitch.
jij ziet het, hè? Heb je ergens hulp bij nodig? Of wil je ook iets leren? Mail of schrijf ons. Want het komt altijd goed. Ja. Hoppa.